gaat over een getrouwd koppel. Maar een getrouwd koppel dat een beetje in de sleur is blijven hangen. Weet je wel, wat ze doen niet zo heel veel meer. Eigenlijk gaat de televisie alleen nog maar aan, omdat ze dan niet meer met elkaar hoeven te praten. Oh, ja, ja. Weet je, dus en op een zeker moment heeft die vrouw zoiets van, we moeten deze sleur eens een beetje doorbreken. En het is zaterdagavond en zij zegt, laten we nou eens, net zoals vroeger, naar de discotheek gaan. Gewoon leuk herinneringen ophalen, zoals we vroeger ook altijd deden. Gingen we altijd op zaterdagavond naar de discotheek. En hij zakt bijna door de bank van ellende. Ja, maar dat, kan ik dan de korte broek aan? Nee, dat niet. Trek nou iets leuks aan, dan gaan we naar de discotheek. Dus hij gaat naar boven, hij trekt maar iets aan. Nou, op een gegeven moment komt hij naar beneden met een vuurrood over hem. Met die hele lange punten van zijn boord. Oh ja, ja. Je, dat was in die tijd nog populair. Ja, ja. Dus zij naar de discotheek. Jassen afgegeven bij de garderobe. En daar lopen ze langzaam maar zeker de ruimte tegemoet waar zich waar dansgebeuren afspeelt. En ze horen een uitermate swingend muziekje al hun tegemoet komen. En zij zien dat een of ander nou niet onappetijdelijk uitziend Zuid-Europees type daar een beetje de dansvloer voor zich opeist. En die staat daar op dit muziekje een show weg te geven. Limbo-achtige bewegingen, wow. Weet je wel, uit de heupen. Doe eens voor. Nee, dat hoor je me niet, want het nummertje van staat vast, hè? Ja. Dus, maar die maakt daar een show, jongen. En de menigte erbij. Ja. Oh, zegt ze. Zie je die ongelooflijk hete Zuid-Europeaan daar? Hij zegt, ja, die zie ik, ja. Nou, dat is Rodrigui. Ja, die heeft me 40 jaar geleden ten huwelijk gevraagd. Maar lieverd, ik liet hem vallen voor jou. Hij zegt, ja, ik zie het. Hij is nog steeds aan het vieren. Radio 10.